Wij zijn gaan afkoppelen omdat grondwater in Nederland aan het zakken is. Wij belangrijk vinden dat dat op peil blijft en al het regenwater wat er nu bij iedereen op de daken valt, dat komt in het riool terecht. En dat is eigenlijk heel zonde. Nou, wat wij hebben gedaan is een regenton aangeschaft, omdat we dachten van nou, dan vangen we ook nog wat regenwater op. Dat water wat in die regenton komt, kun je gebruiken voor je bloemetjes, om de auto te wassen, noem maar op. Het afkoppelen zelf is dat we de regenpijp onderaan hebben afgezaagd. Die hebben we afgedopt. Je hebt een knietje nodig van de buisdikte van je regenwaterafvoer. En een stukje om te verlengen waar jij het regenwater heen wil laten lopen. We laten nu op dit moment het regenwater gewoon op het gras lopen. Zo krijgt het gras in ieder geval genoeg water wanneer het regent. Stroomt het in de tuin, zakt het weer de grond in. En door de droge zomers die we tegenwoordig hebben, heeft onze aarde gewoon wat meer vocht nodig. Waarom zou je het niet doen?